Pride. van harte welkom bij weer een nieuwe Master Flirt podcast. Tof dat je kijkt, tof dat je luistert. En vandaag wil ik met jou een verhaal, een verhaal met jou delen. Een verhaal die een enorm grote impact heeft gehad uh, op mij persoonlijk. Die nog wiens invloed nog steeds naresoneert. Het is een ontzettend tragisch verhaal. Maar ja, aan de andere kant ook een verhaal vol, vol... Waardevolle lessen en dat en dat is de reden dat ik het eigenlijk gewoon met je wil met je wil delen. Ik wil het met je hebben over hoe tijdens een workshop, um, een infield om specifiek te zijn, wij een van een van de deelnemers uh, overleden is. Um, ja en ja, ik wil ik wil graag zijn verhaal met jou delen. Kleine disclaimer vooraf. Wat wij wat wij samen met de coaches en met iedereen uh, doen had een hele grote positieve impact op zijn leven. Als ik het zo benoem, of als ik het tijdens het verhaal zo benoem... zeg ik het niet om tof te doen of te zeggen... zie ons eens, uh, hashtag, impactvol zijn, whatever. Nee, dat was gewoon feitelijk hoe het voor hem was. En het verhaal is dat belangrijk. Um, en ik, ik wil me niet opgelaten voelen... of doen alsof ik mezelf veren in mijn kont aan het uh, stoppen ben. Dat was gewoon hoe het voor hem was. Dat staat verder los van alles... Klaar. Klinkt vaag, maar waarschijnlijk snap je het wel gedurende het verhaal. Uh, overigens, ik, ik noem hem Karel in het verhaal. Zo heette hij niet echt. Um, ik noem hem zo, want um, ja, gewoon voor zijn anonimiteit. Hoe hij echt heette, doet er niet toe. Um, we noemen hem Karel. Karel kwam in mijn leven er in contact met Masse flirt. Vanuit een mailtje dat hij een keer langs wilde komen om kennis te maken. Hij uh, zag wat we deden en doen. Vond hij interessant. Sprak hem aan. En hij zat daarover na te denken om, om, om iets met een coachingstrek te gaan aanpakken. Hij wilde gewoon een keertje kennis maken. En dat is hoe het, nou, hoe het meestal gaat. Uh, voor veel mannen, niet iedereen. Is het best een stap om meteen. Bam. Aan te melden voor een bootcamp of iets. Gewoon eerst even kennis maken. Take it from there. We zaten toen nog. Op de, OCDijk, op de OC-dijk in Rotterdam hadden we een heerlijk antikraakpand. Groot, ruim, goedkoop. Wat wil de burger nog meer? En uh, op, een, op een middag belde hij daar dus aan. En ontmoette ik Karel voor het eerst. Het was een uh, sportieve, enthousiaste, gezellig drukke. Niet irritant, gewoon een gezellig drukke man van, van in de 40. Uh, verzorgd. Um, met, met ook een beetje een soort van een soort een zweemverlegenheid over zich heen. Ik, ik denk dat je daar wel een beeld nu bij kan vormen. Maar wel echt een kerel die. die een een, een likable gewoon, gewoon een fijne vent. Dat was dat meteen de eerste indruk. Hij, aangenaam, aangenaam. Hij was uiteraard een beetje zenuwachtig. Wij gingen naar, uh, naar onze, onze ruimte die we daar hadden. En gingen al een beetje kletsen. En. Hij vertelt een beetje zijn uitdagingen, waar hij tegen aanliep, uh, waar hij benieuwd naar was, waar hij graag input over wilde. En eigenlijk waren we gewoon heel relaxed en, en, en chill aan het kletsen. Totdat hij een beetje weer verlegen aan me vraagt, valt je iets op aan mij? Dus ik dacht, de eerste, de eerste reflex die ik had was, uh, is, is hij mij aan het testen om te kijken of ik wel goed aan het opletten ben? Valt me iets op bij hem? Hmm. Nee, nee. Zo, zo bedoelde hij de vraag al niet. Dus ik dacht, nee, ik heb, ik heb geen idee waar je over hebt, kerel. Wat, wat, uh, wat bedoel je? Waarna hij dus zei, wederom met een beetje die verlegenheid, een beetje schaamt. Nou, kijk, ik, uh, ik, heb dus, uh, ik heb dus autisme. Nou ja, autisme, ik ben dus een beetje asperger. Uh, weet je wat dat is? Nou, ik weet wat dat is. En nou, vind ik niet heel spannend verder allemaal. Hij opgelucht dat ik het kende en er relaxed over was. Waarna de oppervlakkige grote lijn een verdiepingsslag sloeg want hij vertelde dus zijn uitdagingen tot nu toe in het leven. Dat um, lange tijd hij daar niet in gediagnosticeerd was. Later bleek hij ook ADHD te hebben. Natuurlijk kunnen we allemaal discussies aangaan over de legitimiteit van ADHD. Ja, ja, daar worden mensen te veel gediagnosticeerd daarmee idem voor. Um, ja, autisme, pededindels, enzovoort. Daar gaat het in deze niet om. Waar het om ging is dat um, hoe je het verder bent of keert, Karel wel een, een, een man met een gebruiksaanwijzing was. En dat vroeger daar geen ruimte voor was. Dus op school werd hij enorm gepest. Hij kon maar geen verbinding krijgen met de klas. Um, hij kreeg heel snel destijds een aan informatie. Wist zich niet waar hij zich op moet concentreren. Gekoppeld aan zijn ADHD. Dus hij had een, had een behoorlijk, had een heel erg zwaar en, 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 en onbegrepen leven had hij uh, lange tijd. Waar dan uiteraard ook nog bij komt. Dat als je, als je al niet helemaal blij met jezelf bent. Als de dingen die je graag zou willen doen niet goed gaan. Je ook niet echt jezelf verzekerd in je kracht voelt. Dus dat je ook niet dan per se jezelf als de meest uh, Gods gift to women uh, ervaart. Waarin hij dus ook dat obstakel ervaarde. Dus daar hadden we het toen over. En, en, en dat benoemde hij. En hij was super opgelucht dat ik hem dan niet raar vond. We hadden uiteindelijk gewoon echt een chill gesprek. En tijdens dat gesprek. weet je, ik, in mijn werk heb ik het voorrecht een breed scala aan mensen te ontmoeten. En ik had niet het gevoel dat, dat, dat we een stukje connectie niet kregen. Nou, nou als we het hebben over Asperger en autisme, waar ik absoluut geen expert in ben, is dat natuurlijk ook weer een heel, een heel palet aan, aan aspecten, elementen wat daarin in, in, in spelen. Doet er allemaal ook wederom niet toe. Ik had lang verhaal kort een fijn gesprek met hem. Ik kon connecten. En voor mijn gevoel is dat het enige waar het om gaat. Als, 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 als ik dat stukje in iemand zie, um, ja, de rest, de, de rest is feitelijk bijzaak. En van daaruit... Uh, ga je kijken welke stap je kan zetten. Overigens, side note in deze. Een van de redenen dat ik dit verhaal um, ja, nu pas... Het is ongeveer drie jaar geleden dat het gebeurd het is, net even wat langer. Dat ik dit verhaal nu pas vertel, is ook omdat ik eigenlijk... Als ik vertel wat ik doe bij Masterflirt, ja, wat we überhaupt bij Masterflirt doen... Uh, krijg ik heel snel de vraag van, oké, okay, maar wat voor mannen komen er? Wat voor mannen komen er dan? En het beeld dat een hele hoop mensen hebben is dat het dan quote-unquote hun woorden kansloze kneusjes zijn. Uh, nerds. En dat wij dan uh, nerds op Terwijl de realiteit juist is: de mannen die onderkennen niet te zijn waar ze willen zijn en met zichzelf aan de slag gaan, een heel totaal ander slag mensen is. Weet je, natuurlijk zit iedereen. Op een andere plek in de reis naar het sociaal zelfverzekerd, sociaal vrij in je kracht enzovoort te staan. Obviously. Maar het zijn niet de, de het zijn echt geen hardcore basket, basket cases. Dus een van de redenen dat ik bang was dit uit te dragen, was. Nou, vertel ik hier nu het verhaal van een deelnemer die Asperger had. Mensen denken al dat uh, er alleen maar. Uh, quote-unquote idioten met massa komen. Ik voed het verhaal nu. En ik ben nu op het punt van. Fuck dat, I don't care. Ik weet het soort mannen wat wij aantrekken om wie we zijn en, en de boodschap die we uitdragen en wat mensen daarvan vinden is aan hun. Hashtag don't care. Um, idem dat, dat, dat Ja, punt. Dus dat is een van de redenen waarom ik nu ook gewoon. Met, met, ja, waarom ik het belangrijk ook vind om dit verhaal uit, uit te dragen over Karel. Ter, ter, terug naar de grote lijn. We hadden een fijn gesprek. We hadden een fijne klik. En van daaruit um, gingen we een traject in. En wat hij dus wilde, hij wilde graag hij wilde iets beter snappen wat er goed ging, wat er fout ging, de keren dat het goed of fout ging. Um, als, als hij iets merkte met sociaal contact. Hé, hey, um, ik loop hier en hier tegenaan. Hij wilde een beetje, hij wilde richtlijn, hij, hij, wilde, hij wilde een context, hij, hij wilde het speelveld overzien. Want zijn valkuil was dus dat hij door de boom het bos niet zag. Dus. Het was voor hem moeilijk om ruis onderscheiden van de essentie wat er om gaat. En door hem te helpen en te leren te richten op... dit is fundamenteel wat er in betreffende context zich afspeelt. Dit en dit en dit is het belangrijkste. Dit is ruis. Kon hij zich daarop richten? Werd hij niet afgeleid door onzin en door op de belangrijke dingen... waar je de 80%, de 80 bangers... door daarop te focussen, kreeg hij... En um, ja, kon hij gewoon aan de bak? Lang verhaal, kort. En daar had hij heel veel aan. In dat proces um, groeide ook wat dat betreft zijn zelfvertrouwen. Hij wilde ook al eigenlijk stiekem eerder al de bootcamp gaan doen. En de bootcamp is dan een tweedaagse workshop, overdag theorie. S'avonds gaan we dan met z'n allen en de coaches gaan we gewoon op stap gaan we de theorie in de praktijk brengen. In het je sociaal vrijvoeren, in het contact leggen, in, in het aanspreken, in het vrouw versieren. Alleen. Hij, hij, ja, weet je, vanwege zijn achtergrond en ervaring had hij niet de gedachte dat dat, dat zou gaan lukken, dat dat hij dat kon. Uh, wat als hij dan de, 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 de loser van de groep was, uh, daar was hij heel onzeker over. En in het traject dat we samen ingingen, um, ging het gewoon heel erg voor hem leven en kreeg hij vertrouwen. Hij, hij kreeg hij weer vertrouwen in, en weet je, wij hadden het gewoon gezellig samen. Dus op een gegeven moment zei Joh, hé. Hey, um, wat vind jij ervan? Het lijkt mij heel erg tof om de bootcamp te gaan. Ik zei: hè, hè, eindelijk gast. Sowieso, man, vet. Nou, bootcamp was er. En wat dan sowieso fijn is, is dat je dan met gelijkgestemde mannen bent. Die allemaal een doel wat in jouw richting zit. Uh, zitten. Um, dat creëert gewoon een mooie vibe. Dus, ten allereerste had hij het gewoon naar, naar zijn zin in met de andere mannen. En was hij aan het connecten. Het was gewoon een fijne vibe. En die avond had hij ook echt de avond van zijn leven. Ik, ik zie hem oprecht nog steeds. was in de NRC bijvoorbeeld in, in, in Rotterdam. Met zijn cola's je leidt. Hier een babbeltje maken. Daar een babbeltje maken. Um, kijk, kijk, eerlijk is eerlijk. Hij kon soms wel iets te enthousiast worden. Dus dan, ja, dan was de taak iets meer te, te, je af te stemmen op De andere persoon met wie je bent, wat dan zijn valkuil was, waar we dan allebei smakelijk om konden lachen en hij zowaar ook gewoon snel aanpaste, dus hij had het gewoon echt naar zijn zin en was lekker bezig. En dag twee, dat is dan de zondag, uh, nog extra theoretische kader, veel feedback gaan we in op de geleerde lessen, bla bla bla. En eigenlijk toen al wist hij dat ja, Tom, sowieso ga ik door naar de VIP, um, maar ja, weet je, hij, hij had niet echt nog een baan en sowieso had ik hem had ik het wat ik had een beetje geholpen om het wat toegankelijker voor hem te maken. En ik had er maar graag bij. En, en weet je, sommige jongens dragen bij door hun aanwezigheid. Hij was daar een van. Dus, um, dus hij zei: Ja, ik, ik, ik weet niet hoe ik het ga regelen, maar ik wil sowieso mede. Ik zeg: Jongen, hoe het mogelijk is voor jou, we fixen het. Tof. Meteen die avond kreeg ik een appje van hem. Ja, geregeld. Komt goed. Ik wist ook niet hoe hij het geregeld had, maar. Prima, welkom, kom erbij. We hadden, voor betreffende VIP, hadden we ook weer gewoon een toffe groep. Um, bij de voorstelronde benoemde hij ook heel erg plechtig. Ja, ik ben, ik weet je, ik ben Karel. Uh, misschien merk je dingen aan mij. Als ik iets doe, uh, verontschuldigt hij zich voor als hij een beetje niet helemaal afgestemd was. Dus daarin, weet je, daarin proefde hij ook gewoon... Um, de pijn en, en, en de frictie en, en, en de, de clashes die hij voorheen gehad had. Ja, iedereen was daar heel chill over. En, en mensen benoemden ook van, ja, gast, uh, prima. Mer we merken eigenlijk daarin helemaal niks aan je. We, we vinden je een fijne vent. Dus dat was ook echt weer een warm bad voor hem. Om ja, zichzelf een beetje, vet, niet alleen te zien als een... Als, als een, als een ja, als... Die rare autist of zo, om daaraan vooruit, voorbij te stappen. Hij ging lekker, ontwikkelde zich, bouwde momentum op, um, op zijn werk ging het fijn. Uh, hij kon wat hij dan bij ons, maar gewoon, he, kijk, het gaat niet eens zozeer om dat wij, dat hij bij ons zulke lessen had geleerd of eruit had gehaald, maar het bezig zijn met iets wat je spannend vindt, wat belangrijk is, jezelf zien ontwikkelen op één vlak, dat dat dat. dat um, straalt naar allemaal andere gebieden ook uit... waardoor dat balletje ging rollen. Hij zou een toffe baan krijgen. Tenminste, hij zat in een soort proeftraject... om software tester te worden. Uh, hij had fijne, fijne klik bij een, bij een uitzendbureau... speciaal voor mensen met uh, autisme, om hem daarin te helpen. En uh, hij, zat echt in een, hij zat echt in een lekkere vibe. Hij had richting, hij wist waar hij heen ging... en hij had ook het gevoel van weet je wat... Ik, ik kan ook gewoon een leuk vriendinnetje krijgen eigenlijk. En dat is iets wat, 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 wat vergeten wordt. Hè? Um, als je in de positie verkeert van... Ik ben met meerdere vrouwen aan het daten. Ik ben met meerdere vrouwen aan het aanklooien. De vraag voor mij is niet van... Is er iemand die ik wel leuk vind? Maar de vraag is meer... Um, kan ik wel de voor mij ultieme vrouw ah, daarin krijgen? Dan vergeet je dat er ook een, ook een categorie mannen is die niet eens op het punt komt van liefde of tot de liefde komt. En ja, daar, daar zit ook een stuk eenzaamheid in. Hij kreeg het vertrouwen, Karel, dat um, dat ook goed ging komen. Dus ze zat in een ontzettende positieve Het ging gewoon, het liep, hij had richting, het was gewoon fijn. Wat we tijdens het, 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 het VIP-trake doen, is we gaan um, op de infield-dagen. Een infield-dag is ja, waarin je de theorie in de praktijk toepast. Gaan we dus naar verschillende steden. En op betreffende, stad, eh, op betreffende dag gingen we naar Breda. Heerlijke stad. Uh, het is ook uh, leuk om op verschillende plekken met z'n allen uit te gaan. Je ontdekt je eigen land, enzovoort, enzovoort. Dus dat, dat was leuk. En die dag voelde hij al zeg niet helemaal lekker. Had een beetje hoofdpijn. dacht dat hij een griepje had. En was hij niet helemaal op zijn best. Hij was een klein beetje moe. De avond kwam voor hem niet helemaal van de grond. Tijdens de infield drinken we niet, maar het is gezellig als je toch al met z'n allen daar zit en je blijft er ook tukken om gewoon een uurtje of twee even een biertje te doen met z'n allen en de avond feestelijk af te sluiten. Wat dat betreft. Hij vond dat heerlijk. Hij vond het ook leuk om even één, twee biertjes te doen. Even lekker te dansen, lekker gek te doen. Zo was hij. Het was gewoon echt een enthousiast. Het, het was gewoon een gezelliger die gewoon echt oprecht genoot van het onder de mensen zijn. En, en, en feesten en lol hebben. Ook weer echt totaal ja, niet, niet het stereotype wat je zou hebben bij iemand op het spectrum. Hij, hij had het echt naar zijn zin. En ook in die zin dat, dat hij het zo leuk had dat, dat die andere daarin meetrok. Anyhow, we waren in uh, Le, La, Le Bruxelles. Ja, Le Bruxelles is dat. Leuke, leuke tent. Nou, het was een uurtje of half drie. We gingen de avond afsluiten. Hij had één, twee biertjes op. Uh, ik hoorde ook al van een van de deelnemers dat, dat hij, uh, hij baalde een beetje... omdat het niet helemaal lekker ging. En hij liep uh, de, de club uit. Nou was het vaak met, met Karel zo dat... Op een gegeven moment, die indrukken stapelen zich op. Dus soms moet hij even de tijd hebben om even alles een beetje te laten landen. En ik zag dat hij al een klein beetje raar liep. Dus ik dacht, die gozer, misschien heeft hij net even een paar biertjes te veel. Hij was al een beetje moe. Dus als je dan aan het einde van de avond een drankje drinkt, hakt het erin. Hij zegt, joh, hey gast, kom. Ga even een klein stukje lopen. Ja, ja, fijn. Even lopen. Zo joh, ik voel me niet helemaal lekker. Dus ik zeg, gast, ik wil niet beschuldigen natuurlijk. Heb je zitten zuipen? Maar gasten, Heb je lekker een paar biertjes op? Hij zei: Nee, ik heb gewoon twee. Gewoon twee, that's it. Ik weet trouwens niet waarom ik net dat uh, zou praten helemaal niet. Hij zei: Nee, ik heb gewoon twee biertjes op. En wat ik toen zag, was dat er een beetje een soort van. Hij had een beetje een rare een was, nee, Hij had een beetje een grimas had hij op zijn gezicht. Dus één mondhoek trok een beetje raar. Dus ik dacht misschien door de stress, misschien. Uh, weet je, nee. Ik kon het niet plaatsen, lang verhaal kort. Wij gingen even een stukje lopen. En. Uh, ik zeg tegen Je hebt een beetje een rare. Je hebt een beetje een rare trek op je gezicht. Gaat, uh, gaat alles goed? Hoe, uh, is dat, ben je aan het glimlachen? What's up? Dus hij voelde ook toen aan zijn ding. En zei: Ja, nee, klopt. Ik heb een beetje. Ik weet niet. Ik heb een beetje een raar, raar trekkend gevoel in mijn mondhoek. Ik weet ook niet wat het is. En. Ja, had ik dan meteen aan de bel moeten trekken, den en der? Weet ik niet. Maar hij wilde, oké, okay, okay, toen, toen kwamen we bij een trapje komen. We gaan daar even zitten. Dus ik, 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 ik zat daar eventjes. En het werd al erger. Dus uh, hij kon nog wel gewoon praten. Maar ik zag dat die trek op zijn mond even wat groter werd. En hij ging ook een beetje nog moeilijker lopen. En toen hij ging zitten, hing hij wat meer één kant op. Dus we waren toen met de, de andere coach, Filip. Die uh, had zijn, uh, Z zijn groep gedebriefd. Dus ik riep, uh, riep, uh, riep Philip, heel erg gast, kom even kijken. Kijk, hij zat. Ik, ik zeg dit niet nu om mijn, om mijn denken op dat moment goed te praten, maar om, om voor jou mijn beeld te schetsen. Dus hij zat, hij kon adequaat praten. Ja, er was een klein beetje een rare trek op zijn mond, maar niet heel erg veel. Dus ik dacht, die gozer is gewoon ontzettend moe. Weet je, soms krijg je een, 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 een zenuwtrek of een trekkend oog als je heel moe bent. Ik dacht daar verder niet bij na. Dus wij dachten, oké, okay, ik, ik, ik zei, ik haal even de auto. Um, ik haal even de auto. Hij moet even tukken. Terwijl ik dan de auto haal, bleef Filip en de deelnemers van zijn groepje bleven bij hem. Filip belt mij op, zegt Tom, uh, het gaat niet goed. Hij gaat, uh, hij gaat daar nog meer achter, achteruit. Bellen ambulance. Meteen ambulance gebeld, uh, die komt er naartoe. ...gek momentje dan op dat moment... Uh, ...waarbij dan... Ja, ...alles is een thema en in alles zit een les... ...om het zo maar te zeggen, dus... ...terwijl, wat was het nou? Ja, hey, Filip ging de auto halen om hem... Om hem naar, ...naar de... ...ding te brengen en ik, ik was bij hem gebleven... ...vervolgens bel ik dan... ...de, de ambulance... ...en terwijl ik de ambulance bel... Um, zaten er, ...zitten er twee... ...chappies tegenover... ...die zeggen, nee, nee, je moet de ambulance bellen... Die, ...die gozer heeft gewoon gezopen... En anders moet je gaan betalen voor, uh... nee man, hang op jongen, hang op. Je bent gek, niet doen. Dan zitten ze een beetje zat te tetteren. En dan merk je dat in je achterhoofd toch even het voorbij Oké, okay, maar wat nu inderdaad als hij gewoon eventjes stiekem wel heeft zitten zuipen. En dat er helemaal niks aan de hand is. Duw je snel aan de kant, want je ziet dat er duidelijk iets is. Nou ja, in het kader van uh, richt je op wat belangrijk is en durf voor jezelf te denken. Ambulans gebeld. Jongens komen, ZSM aangereden. Super professioneel, rustig, vakkundig. Uh, ondertussen is het alleen maar erger geworden. Hij is ook de controle over zijn blaas is, 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 is verloren. Uh, broeders komen. Wij hebben er ook wel door van, oké, okay, dit, dit, is, dit is niet goed. We dachten, even misschien heeft hij een epileptische aanval. Uh, iets, iets dergelijks. Wat kan het zijn? Hij voelt ook premen zijn been niet meer. Ambulancebroeders kijken, zien het en zeggen... het nee, is niet goed, hij moet naar het ziekenhuis... Laad hem in, wij als de sonometer naar onze auto toe... en daarachteraan naar het ziekenhuis de Preda... naar de uh, eerste hulp. Al daar... Nee, dat, ik, ik was toen... Uh, Filip was in zijn eigen auto... Uh, was hij naar huis gegaan... hij, hij kon daar ook verder niks aan, uh, aan doen. Ik was met de twee deelnemers van mijn groepje... en dus met... Uh, ja, waren we achter k Karel aan het aanrijden... naar het ziekenhuis de Preda... Aangekomen op de, uh, op, de eerste, op de eerste hulp. Um, liet ze hem meteen, ga, ging ze hem meteen scannen? Een uh, scan doen. Om te kijken wat er aan de hand was. En langs, en het, het gaat steeds slechter met hem. Dus um, ik, de, de, ik zit te bedenken, het was, het was toen een uurtje of vier uur s'nachts. Dus de volgorde exact, hoe dat exact gegaan is, staat me wat dat betreft niet helemaal scherp meer voor de geest. Dus waarschijnlijk was die al, uh, had hij al de scan gehad toen wij aankwamen. Het duurt het even voordat daar dan de uitslag uh, uitrolt. Want wat we wilden is, we wilden uh, een familielid gaan bellen om te zeggen dat, uh, dat ze moeten langskomen. Maar ik zit me nu aan te bedenken of ze niet al meteen al zagen dat hij een ernstige hersenbloeding had en dat ze tegen hem aan zagen, oké, okay, hij heeft een ernstige hersenbloeding. Voordat we tegen hem gaan zeggen, moeten we ZSM even contacten geven van zijn familieleden gaan vinden, om te zorgen dat we met hun in contact kunnen komen. Dus hij is nog een klein beetje bij bewustzijn. Dus we vroegen aan hem: Hey, wat is je, wat is je iPhone pincode? Wist hij niet meer? Um, we wisten dus wel zijn, we wisten wel hoe zijn. Ik, ik wist toevallig hoe zijn, uh, hoe zijn broer heette en zijn acht, de achternaam van Karel. Gek genoeg, dat is echt een wonder, vonden we online uh, de 06-nummer van uh, de broer van Karel. Waarna dus de zuster uh, tegen Karel, die daar lag, vertelde... Hé, hey, je, uh, je hebt een zware hersen hersenbloeding en we gaan je nu onder narcose brengen. En, 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 en hij, kon nog, hij kon nog murmelen van... Uh, Oeh, oe, daar, daar schrik ik heel erg van, daar schrik ik heel erg van. Waarna ze hem dus gingen uitkleden, dat is dan wel weer een... een, een ja, ja, op een, op een, ja dat, is dan, dat is dan wel weer grappig. Dus de laatste grap die we konden maken voordat hij helemaal wegviel was. omdat hij dus omdat hij zijn controle over zijn blaas verloren was. was het moeilijk zijn broek uit te trekken. Er zaten dus twee zusters zaten aan zijn broek te sjorren. Dus we maakten toen de grap dat uh, twee vrouwen aan het worstelen waren. Om, uh, om zijn broek uit te trekken. Waar hij ook oprecht om moest lachen. Waarna hij dus. Um, ja, wegviel, zo gezegd. Um, wij belden toen. Um, ik, ik belde toen de broer op. Vertelde de situatie, wat er aan de hand was. Um, wat gaan we doen? Van wat ik begreep is dat. Um, de, de, de moeder van, van Karel ging zondagochtend al naar de kerk. Ze staat altijd vroeg op. Het had geen zin om nu s'nachts haar wakker te bellen. Een vrouw van in de tachtig s'nachts wakker te bellen dat er iets met haar zoon is gebeurd. Dat. Uh, ja, dat, dat uh, nou, dat is sowieso natuurlijk geen goed idee. En ze zou ook nu niet kunnen komen. Dus wat die gingen doen, is gingen haar ZSM ophalen om um, zo vroeg mogelijk de volgende ochtend naar Breda te gaan. Karel was in goede zorg in het ziekenhuis. Um, hij, was, uh, hij werd uh, onder narcose gehouden. Um, wat ik begreep, hij zou daar blijven. Dus ik ging toen de twee deelnemers op het hotel, naar, naar een hotel brengen. Zij hadden ook de spullen van, van Karel toen uit zijn kamer gepakt. Nam ik weer mee naar het ziekenhuis. Um, wat, dan, wat dan altijd, wat dan altijd weet ik niet, maar wat dan, een bijzonder, wat dan bijzonder is in dat soort situaties, is dat, nou, kijk, ten allereerste is het tragisch en maak je ontzettend zorgen. Je denkt, oké, okay, zwaar hersen, oké, okay, hij, hij gaat het even een paar maanden zwaar hebben met revalideren. Maar daarna is hij weer het mannetje. Dus je denkt nog niet, je denkt nog niet verder aan van wat er gaat gebeuren. Maar zo'n zo moment, zo'n zo, zo, zo zo situatie, heeft ook een, een, een hele krachtige onderstroom van dat. wat op dat moment gebeurt. Dat, dat is den en der belangrijk. En je bent er dan, je reageert. Redelijk ade adequaat. En je handelt die shit. Dus dat geeft ook een soort... Voldoening is niet het juiste woord, want het gewoon vreselijk is wat er gebeurt. Maar het geeft ook een soort... Een stukje echtheid daaraan. Um, voorbij aan de standaard monotoomheid van het leven. Ja, ja. Je, je, je doet wat er gedaan moet worden. Je bent er voor iemand... Um, de, de ernst van de situatie geeft ook een stuk echtheid eraan dat, 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 dat was wat we allebei voelden het was vreselijk wat er gebeurd was maar we waren er met z'n allen we waren er voor hem um, we hadden het ook niet echt, echt anders kunnen doen zo'n soort vibe was er de mannen gingen naar een hotel ik ging weer terug naar het ziekenhuis en ik zou als ik daar aangekomen zou ik even moeten bellen naar welke afdeling hij ge gebracht zou worden ik belde de uh, eerste hulp op een waar zit hij? en zij zeggen: Nee, hij is met spoed naar um, de een ziekenhuis in Tilburg vervoerd. Waar ze een hele goede ik ben even de, 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 de technische term daarvan kwijt. Waar ze een hele goede afdeling hebben, specifiek dus voor uh, hersenlet. Uh, afdeling neurologie. Maar het was nog specifiek, specifieker. Daar is hij naartoe. Ik bel mijn vriendinnetje op en zeg: Hey, ik kom wat later. de situatie: Ik kom wat later. Um, later. Oké, okay, schat, rij voorzichtig. Ik naar Tilburg. Nou, <coughs> Ondertussen is het iets van zes uur half zeven als ik daar aankom. Um, ik wacht bij de ingang, want ik, ik, uh, ik, ik hoorde van dus de broer van Karel dat, dat ze onderweg waren. Um, en dan komt dus de familie binnen. <hums> Waar ik op dat moment heel erg onder de indruk van ben, was, is die moeder. Dus we hebben een vrouw van, van ver in de tachtig. Als je het verhaal hoort, ook van het leven van Karel en hoe, hoe dat was in de eerste 35 jaar van zijn leven en, en, en de strijd die daarin geleverd werd en nog alle andere dingen. We weten allemaal, het, je leven is lijden en we krijgen allemaal daar onze portie van. Dus als je daar een beetje een beeld van krijgt, zie ik tijdens de grootste nachtmerrie uh, die een ouder kan hebben, want de natuurlijke verloop is. Wat je wil. Je wil als ouder. Weet je, ik, ik heb nu een dochter van 2,5. Dus ik ben nog maar 2,5 jaar vader. Dus. Weet je, zij hebben drie kinderen. Dus wie ben ik om daarin. nu um, uitspraken in te doen. Maar. met het vader zijn snap ik steeds beter. Je wil dat je kind jou begraaft. Uh, dat is hoe het hoort. En als je dan. Als, als, als vrouw van ver in de tachtig opeens het bericht krijgt. je zoon heeft een zware hersenbloeding gehad. En je verschijnt zo ten tonelen zoals zij op dat moment ver, ver, verscheen. Ongelooflijk. Dus statig. Recht overeind, liep ze. En, ze is een dedication van oké, okay, er is iets gebeurd. Er is iets vreselijks gebeurd. Hoe gaan we, hoe gaan we dit met elkaar? Oplossen. Ze, ze, ze straalde een stuk uh, strijdbaarheid uit. Maakte een hele grote indruk op mij. Dokter kwam, kwam er ook bij. Uh, we gingen met ze... Ik, ik was als vriend van de familie. Was ik uh, gepromoveerd schijnbaar. Um, kon ik... Um, ja, schoof ik ook aan. En werd de situatie geschetst. De situatie was dus zeer ernstig hersenbloeding. Um, de vraag is nu: als de hersenen gaan zwellen, einde oefening. Dat is dan niet het woord die ze gebruikten, maar dat, is, dat was de strekking. Um, als, als, hij, als, als Karel het overleeft, zal die op geen enkele wijze, um, zal die op geen enkele wijze de, de, de juiste zijn. Dus zal hij op, op, op geen enkele wijze meer um, ja, zijn zoals dat we hem kende. En, en revalideren zou ook heel weinig uitmaken. En in zo'n zo zo zwaar familiegesprek worden natuurlijk door de, door de familieleden verschillende dingen verteld. Maar ik, ik vind dat te intiem om het hier nu te benoemen, omdat dat, dat was hun moment. Dat is niet aan mij om dat te benoemen. <coughs> om, om aan te geven wat een, wat, een, wat een ontzettende krachtige. Wat een force of nature die vrouw was. Um, nog voordat we op gesprek gingen bij de dokter, gingen ze eerst uiteraard bij hem aan bed kijken. Ja, dan zie je natuurlijk iemand gewoon slapen. Allemaal machines, apparaten, slangetjes en dingen. Vervolgens komt de dokter, zullen we even zitten. Die moeder staat bab op. En met cordaten stappen loopt ze achter die do dokter aan. Zijn, de broer van Karel en zijn vriendin waren een beetje, een beetje, een beetje slap, een beetje sloom. Wist, wist het allemaal niet. Die moeder draait om, steekt haar hoofd, hoofd die kamer in. Hup! We gaan, we gaan overleggen. Dus van. Uh, Schiet ze even op met je dikke reet. Doorlopen. We hebben dingen te bespreken. Dus ze was zo in charge. Zo krachtig. Op, oprecht indrukwekkend om een vrouw van... Ja, gewoon indrukwekkend om, dat, om, dat, om, dat, om daarbij te mogen zijn. Daar zat zoveel, zoveel kracht zat erachter. Nou ja, toen hadden we dus dat... Uh Toen, uh, ja, dat, dat hadden we dus besproken. Dat was de situatie. Uh, ik had daar verder niks bij te dragen, dus... Um, ja, ik ging naar huis. Ik ging eerst een tukje van een kwartiertje doen op het... Uh, vind, vind ik vind het lekker trouwens, tukjes in auto's. Details, maar oké. Okay. Ik ging even een tukje doen in mijn auto. En toen, ja, uit Tilburg terug naar, uh, terug, naar, terug naar huis, terug naar Bergambacht. En eigenlijk is het dan uh, wachten. En nou ja, weet je, de clichés bespreek je dan van. Ja, hij, hij zit in een coma. Is het niet beter als het hierbij blijft? Want hij zal toch niet te oud zijn. Dan, dan is het ook maar lijdensweg. Nou, je, je, je snapt ook wel de overwegingen. Maar ja, wie zijn wij als nederige stervelingen om daar echt wat van te vinden verder? Een paar dagen, twee, twee dagen later, krijg ik een, krijg ik een appje van. Na, nou, na lange strijd heeft, uh, is Karel ons uh, op de nacht van uh, whatever uh, in alle rust ontvallen. En dat was het dan eigenlijk. En nou, als iemand overleden wordt, uh, wordt hij zoals je weet begraven. Zo, zo gaat dat dan. Uh, gecremeerd als een andere optie natuurlijk, maar uh, zij hadden gekozen voor begrafenis... En samen met een paar andere deelnemers um, van, van het traject gingen we naar de begrafenis om hem daar in een laatste eer te bewijzen. Heel veel mensen waren er. Um, en. Ja. Ja. ja, ja. Wat, wat, kun je, wat kun je verder nog zeggen over iemand die, dan, uh, ja, die daar dan ligt? Weet je, de clichés heb je dan, weet je. Te, te, te vroeg. Uh, we zullen missen. Het is ook zo oneerlijk, want het ging, het ging net zo lekker. Weet je, hij begon, net, hij begon net te proeven aan, aan, aan. Hij begon net eigenlijk te ervaren wat hij de wereld te bieden had. En dan niet vanuit een soort schaamte of er is iets mis met mij, maar vanuit een oprechte. Dit is, dit is mijn licht. Die, die ik, die ik uit te stralen heb. Dit heb ik de wereld te bieden. En dan wordt het hem ontnomen. Dus dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk oneerlijk. Ja. Maar ja, zo gaat dat. Wat me, wat me, verder, bij, wat me verder heel erg bijstond: van, 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 betreff, van betreffende. Van de dienst. Het was, het was een stukje tekst die ik ook heb uitgeprint. En die ik aan de muur heb muur gehangen. Die ik graag wil voorlezen. Omdat het, omdat het echt. Het is de essentie. Kijk. We denken allemaal. Hè. Ik, ben nu, ik ben nu 36. 18 juni word ik 37. Uh, mijn, moeder, mijn vader is 70. Mijn moeder is, uh, is 69. Je denkt. Dat je het eeuwige leven hebt. Natuurlijk weet je heus wel bewust dat je dood gaat. Dat weten we allemaal. Maar je denkt niet: Ik heb vrijdag een workshop. Ik heb zaterdag een workshop. Zondag ben ik er niet meer. Die aanname maak je niet. Die maak je niet voor jezelf. En die maak je in principe ook niet voor, uh, voor de mensen van wie je houdt. En dan snap ik ook wel dat je niet. En het lukt mij sowieso ook niet. Zo kunt leven. zoals elke dag je laatste is. En als je niet plant. Weet je, dan blijft er heel weinig over. Maar het inzicht. Dat ten eerste het niet eerlijk is. Dat het leven je oprecht elk moment ontnomen kan worden. Dat het meest waardevolle wat je hebt oprecht. je gezondheid is. Dat de tijd die je hebt zo vluchtig. en daarmee zo ontzettend veel waarde vertegenwoordigt. Dat, ja, dat zijn, dat, dat is wat mij echt, dat is echt wat mij. dat was een soort wakkerschutmoment. Op een ander niveau. Um, ik had heel erg in die periode dat ik een beetje blasé was. Dat ik een beetje, <tie> dat ik een beetje um, ...neerkeek op mijn eigen werk. Weet je dat je dan? Weet je, dit doe je al ruim tien jaar. En ja, weet je, wat, wat, welk impact hebben we nou eigenlijk? En pff, weet je, leren we mannen een beetje. Weet je, interseksueel contact en mannelijkheid. Weet je, waar gaat het nu eigenlijk om? Ik, 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 ik zag niet meer, ik, ik, ver, ik vergat of ik richtte me niet meer op, op, op de impact die we hebben op het belang, op toch gewoon het fucking belang van wat we doen. En dat dat belangrijk is. En dat het impact heeft op het leven van mensen. En toen ik, weet je, na de begrafenis... en toen ook die moeder alles een beetje een plek kon geven... was ik nog bij haar langs gegaan om haar persoonlijk het verhaal te geven. Weet je, dan zie je ook dat op de dag zelf... toen ze op dag één in het ziekenhuis binnenkwam... ze eigenlijk in een ontzettende shock was... Ze handelde daar shit, maar ze was in ontzettende shock en, en, en de pijn en, en alles daaromheen. Weet je, dat kwam later. Um, maar dan hoor je dus hoe, hoe fijn hij het vond en hoe belangrijk het voor hem was. En ook dat hij, en dat, hij, en dat zij, en dat, uh, zijn moeder, dus met grote liefde ook uh, hem dat geld had dat naar nou, voren gezet. Zij had die workshops betaald voor hem. Gewoon omdat ze het belangrijk vond dat hij daar stappen in ging zetten. En omdat ze zo blij was met te zien wat het voor hem betekende. En, en, en dat brengt een stuk menselijkheid en echtheid aan wat je doet. En, en dat was ook een beetje een, een soort wakker van. Neem serieus wat je doet. En dit, zeg, dit, dit, dit is de disclaimer waar ik mee begon. Ik zeg dit niet om. Zie mij eens belangrijk en impactvol te zijn. Weet je, kom op zeg. Ik ben fucking datingcoach. Waar hebben we het over? Maar weet je, we hebben ook mensen. De neurologen, de hartchirurgen die daadwerkelijk mensenlevens redden dag in dag uit. Dan wel de broeders die... die en de, weet je, er is gradaties in, in intensiteit van wat je doet. Maar dat je jezelf best serieus mag nemen in wat je doet. En dat je daar ook gewoon voor mag staan. Dat, dat, dat is een beetje wat ik heel erg voelde. En wat in de loop van de tijd daarna alleen maar meer gegroeid is. De, de citaat, nee, de, 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 het stukje wat, 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 wat ik indrukwekkend vond, wat ze voorlazen tijdens zijn, zijn plechtiging, zijn, zijn begrafenis, was van Prediker 9. En ik zou daar graag deze, deze podcast mee, mee willen afronden. Komt-ie: Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven. Maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan aan alles wat gebeurt onder de zon. Dus eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hartje wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleur, kleren. Kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet. Want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.